Zoals beloofd geef ik jullie daar een update over. Dus ja, we hadden eigenlijk een beetje hoop en ineens kregen we dat weer te horen. Een appje van mijn moeder dat zij dus ineens tronziek is. We gaan even uit bij het strand van de Tweek. Ja, precies. Welkom bij Koken van Kinderen. Welkom bij Koken voor Kinderen. Sergio die maakte zich echt ontzettend zorgen. Welkom bij weer een nieuwe video. Ja, we zijn de vorige video afgesloten met niet zo tof nieuws. En dat is namelijk dat mijn schoonmoeder, de moeder van Sergio, met de ambulance afgevoerd is geweest naar het ziekenhuis. En naar de intensive care is gebracht vanwege een streptococcusbacterie die in haar bloed is gekomen en haar een bloedvergiftiging heeft gegeven. En zoals beloofd geef ik jullie daar een update over. Ze zijn nog heel erg hard aan het zoeken naar wat de bron is. Tot nu toe hebben ze het niet kunnen vinden. Het voordeel is wel dat ze er helemaal binnenste buiten keren. Dus ze krijgt een hele APK. Ze hebben een CT-scan gemaakt van haar lichaam. Ze hebben een longfoto gemaakt. De K-Noord is geweest. Ze hebben van alles op kweek gezet. En eigenlijk kunnen ze daar dus niks in vinden. Gelukkig. Het is ook niet op haar hart gaan zitten. Echter is het wel zo dat zij echt, ja, ik noem het even olifantenbenen en linkerarm heeft. Het zit vol met oedeem. Het is zo dik van het vocht. En het is zelfs zo erg dat bij haar been en bij haar voet, eigenlijk in dit geval haar voet, is gewoon aan beide kanten een enorme blaar ontstaan. Maar echt gewoon zo groot en zo dik. En je kan je voorstellen dat dat ontzettend pijnlijk is. Het vocht kan gewoon niet weg. En dan wil het naar buiten. En ze krijgt gewoon echt enorme blaren. Ze kan er dus ook nog niet op lopen. Gisteren was het even minder met haar. Toen had ze ineens weer koorts. Ze werd niet lekker wakker. Had ze ineens weer koorts. Terwijl het juist wel goed ging. Dus ja, we hadden eigenlijk een beetje hoop en ineens kregen we dat weer te horen. Bloeddruk weer laag. Dus dat was weer even spannend. Gelukkig lag ze op de intensive care. Dus ja, ze houden er gewoon super goed in de gaten. Ik geloof dat er elke twee uur wel drie artsen om erheen staat. Ze heeft iedereen wel gezien, geloof ik, van het ziekenhuis. Dus dat geeft wel een fijn gevoel. Aan de andere kant betekent het ook dat ze gewoon een medisch raadsel is op dit moment. Verder op de dag ging het gelukkig weer wat beter met haar. De koorts was gezakt. Dus hebben we er weer medicijnen gegeven om die om het bloeddruk omhoog te krijgen. En aan het einde van de dag hebben we zelfs weer even met haar gefacetimed. En toen klonk ze echt wel weer een stuk beter. Ook wat minder benauwd. Je kan je voorstellen dat als je zo benauwd hebt, dan ja, het is gewoon super vermoeiend. Je kan heel moeilijk praten. Plus morfine. Dus dan is dat je denkt van oké, wat zegt ze nou precies? Maar vandaag kregen we heel goed nieuws. Het is vandaag 30 juni. En we kregen vanochtend bericht dat haar bloeddruk op dit moment goed is gebleven zonder de medicijnen. Ze heeft ook een goede nachtrust gehad zonder slaaptabletten. Dus ook heel fijn. De MRI kwam goed uit. Dus ja, ze zien wel ontstekingen natuurlijk, want er zijn wel gewoon infecties aanwezig. Maar ze zien geen andere enge dingen of de bron, dat dan ook niet.
Bij de longen zien ze een beetje wat van slijm. Maar het belangrijkste is op dit moment dat haar bloeddruk goed is gebleven zonder de medicijn. En daarom mag ze van het IC af. Yes! Dus dat is toch een fysieke stap in de goede richting, zeg maar. Het voelt weer van oké, yes, ze mag weer terug naar een soort van veilige zone. Dus dat geeft ons wel heel veel rust. Ook omdat wij hebben morgen een hele belangrijke gig. We mogen de camerabeelden verzorgen. Videograaf zijn we en fotograaf op een bruiloft. En daarnaast gaan we daar ook optreden. Dus het is een enorme, lange, intensieve dag. Ook superleuk. Maar het is natuurlijk wel heel erg fijn dat we nu even in ons achterhoofd hebben dat het de goede kant op gaat met Anja. Want anders zit je toch echt onder havenklap op je telefoon te kijken. En ja, doodsangsten uit te staan, zeg maar. Dus dat zover even een update over Anja. Het grappige is dat je dan ook weer naar jezelf zit te kijken. En dan als je dan weer even een beetje, ja, een beetje rare dingen, gevoel hebt in je ribben. Of weet ik veel wat, dan word je toch weer onzeker. Op dit moment gaat het best wel oké met afvallen, wat ik heel fijn vind. En het ging op een gegeven moment heel langzaam en ineens gaat het best wel goed. Alleen dan slaat gewoon gelijk weer de twijfel toe van, oh, maar gaat het nou niet ineens te goed? Er zal toch niet wat aan de hand zijn waardoor ik afval, terwijl ik niet eens echt super aan het sporten ben en ook niet ineens, ook niet echt super, super streng aan het diëten ben of zo. Dus dat maak je dan ook weer onzeker. Dat je denkt, oh mijn god. Maar ik probeer me dan wel weer te herpakken en er weer uit te snappen, zeg maar. Want kijk, als het echt de spuigaten uitloopt, dan trek ik natuurlijk aan de bel. Ik heb in principe, als het goed is, in september een afspraak bij de internist weer. Ik hoop niet dat ik een PET-scan ga krijgen, want dat doen ze eigenlijk niet standaard. Het was eigenlijk al bijzonder dat ik er een heb gekregen nadat alles was weggehaald. Omdat ik dat gewoon heel graag wilde en ik wilde gewoon een lege scan zien. Maar eigenlijk doen ze alleen maar een PET-scan op het moment, ja, dat je ergens ineens heel erg last van hebt, wat bij hetzelfde beeld valt en dat het niet weggaat, et cetera. Omdat ik natuurlijk in principe geen weefsel meer heb aan de binnenkant van mijn borsten. Dus ik krijg ook geen standaard MRI zoals de mensen met een borstbesparende operatie of zo. Maar dat is voor later. In augustus hebben wij een vakantie gepland naar Sicilië met mijn schoonmoeder, Anja en Rolf. Dus het is ook nog eens heel erg spannend of dat door kan gaan. Als dan Anja ligt, natuurlijk wel. Dus we hopen het, want we keken heel erg uit naar deze vakantie. Om echt gewoon te genieten. We hebben een villaatje gehuurd, of ja, een appartement of villa, ik weet niet eens wat het is. Maar in ieder geval met een privé zwembad. Dus dat is wel heel fijn, dat we niet per se weg moeten, maar dat we ook daar ook gewoon lekker het zwembad hebben. Dus ja, hopelijk kunnen we het een positieve leven weer oppakken. Ik heb trouwens een klein kussentje gekocht voor hier zo. Ik kon het niet laten om weer even wat te kopen, jongens. Het is, moet toch af en toe weer even bijvullen natuurlijk. Dus die heb ik nu hier gelegd. Die andere kussentjes die hier lagen, die heb ik weggegooid. Want er zat eigenlijk schimmel op al heel lang. Dus ik denk, oké, dat is een goed moment om het gewoon eventjes weg te gooien. Sergio is nog aan het werk. Ik heb even weer flink geoefend voor morgen. Ik ga zo even de was opvouwen. Het huis een beetje aan kant maken. En dan is het morgen een big day. We hebben ook een nieuwe camera besteld. Dus spannend. Zo blijven we lekker gaan. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Wij zijn onderweg naar de bruiloft. Ja.
voorbereidingen natuurlijk. Het begint pas rond 4:00. Het is nu 11:45. Ik zie daar iemand lopen met heel veel bloemen. ja, het regent. Dus dat is minder. Nee, het is nu droog. Maar het is nu droog. Positive mind. Positive mind. Positive mind. Dus hopelijk blijft dat zo voor ze. Even een update over Anja. Want gisteren had ik jullie heel goed nieuws gegeven dat ze in ieder geval van het UC af is. En dat is gelukkig nog steeds. Maar vanochtend kregen we het berichtje dat het weer even niet zo lekker ging. En dat ze weer koorts had. Bijna 39 graden. Ja, en dan voelt ze zich gelijk weer beroerd. Dus dat is gewoon echt heel erg naar. Dus hopelijk krijgen ze dat weer onder controle. Ondertussen is Jessie Silver bij mijn moeder aan het slapen. En hoorde ik van mijn moeder dat ze ook ineens helemaal niet lekker is. Dus het gaat helemaal top. Het is echt... we blijven positief. Kijk. En hier komt straks natuurlijk die touringbus te staan. Kijk, er staat dan... alles is al volgegoten met... alcohol? Hout. Hij werd gewekt met een glaasje whisky volgens mij. Ja. Ja, dus nou. Wij zijn er klaar voor. Alles is ingepakt. Er staat hier al een hele hoop. Onze kleding... We moeten nog wel eventjes de DAS-microfoontjes testen. En de microfoon voor de spreker. Ja, inderdaad. Oké. Let's go. Let's go. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Het is al 11:00, maar het voelt als 8:00. Gisteren was helemaal te gek, hè? Ja, fantastisch. Ja, het ging allemaal supergoed. De mensen waren enthousiast, mensen waren verrast. Ja. Vooral belangrijk dat het bruidspaar Dion en Linda hartstikke blij waren. We hebben tijdens de ceremonie hebben wij Perfect gezongen. In de Engelse en Italiaanse versie. Samen toen je zei, zo maat, dat had ik even niet van je verwacht. Die zag ik niet aankomen. Die zag ik niet aankomen. Ja, dus dat is heel erg gaaf. Ja, echt super veel complimenten hebben we gekregen. Ja, hè? Zowel afzonderlijk als, als samen. En ja, ontzettend leuk natuurlijk om te horen. En eigenlijk, we kwamen er gisteren achter dat dit... eigenlijk ons allereerste optreden ook echt samen was. Een echt optreden samen. Ja. Ja. Ging best goed, hè, partner? Partner in crime. Ja, we hebben elkaar goed afgewisseld. Koortjes gedaan. Sergio, die had hem weer helemaal te pakken. En die stond ineens weer op de tafel. Ja, die had ik al wel bedacht. Ja, dan. Sigrid Kraag met de overwinning. Ik moet op die tafel. Ik had last van wat slingertjes in mijn nek, maar het ging helemaal los. Hè. Ja, het was echt leuk. Iedereen danste mee en zong mee. En, ja, dus wat dat betreft heel geslaagd. We hebben ook leuke beelden gemaakt, leuke fotootjes. Dus dat moeten we dan nog bewerken en in elkaar zetten. We waren echt denk ik rond 3:00, 3:30 thuis of zo. En, maar helaas kreeg ik gisteren een appje van mijn moeder dat zij dus ineens tronziek is. En toen dacht ik van nee hè. Oh, why nu? Altijd die timing en daarnaast gewoon heel erg vervelend dat zij nu ook weer ziek is. Vooral heel erg keelpijn. Ze denkt niet dat ze koorts heeft. Maar en dat had ik natuurlijk ook 2 weken geleden. Of is het een week geleden? Een week. Dat was op een verjaardag. Dat was vorige week. Ja. Dus ik, het kan zijn dat het nu bij haar tot uiting komt. Dus we werden wakker met een appje van zijn moeder. Ze klonk beter, maar ze heeft weer koorts. En ze had 39,5 graden koorts. Dus dat is toch weer behoorlijk. Dat is dus natuurlijk niet zo goed. Maar ze heeft dan ook een longontsteking. Ik weet niet of ik dat gisteren al verteld had. Ja, volgens mij. Ja. Dus het houdt niet op.
Ze is er nog steeds van het IC af, dus dat is goed. Ik heb er niet meer over de bloeddruk gehoord. Maar ja, die longontsteking is natuurlijk ook niet goed. Ze heeft nog steeds een bacterie, dus ja, hopelijk krijgen ze dat ook snel te pakken. Ze geven de antibiotica. Ik vraag me af of ze er ook nog aan de prednison gaan zetten. Ik weet niet of prednison per se voor hetzelfde is of nou ja, ik weet niet of dat per of dat te merken heeft of het een bacterie of een virus is. Maar in ieder geval, mijn moeder krijgt altijd prednison als ze een longontsteking heeft. Ja. Dus ja, helemaal blij dat het gisteren zo goed ging. Minder blij dat, met het, dat het met onze ouders niet zo goed gaat. Dus de Zilver die belde ook op. Die zei, ja, kom je me halen. Oh, arme vent. Hij is ook van vrijdag weg ook. Hè? Ja, na school is hij bij oma gebleven. Maar dus we zijn uit bed gesprongen. Nou, en, gesprongen. Nou ja, spierpijn, jongen, niet normaal. Hoor. Poging tot springen, inderdaad. We sprongen heel enthousiast uit bed en daarna was het au, au, au. Ja. We hebben echt overal spierpijn in onze voeten. Oh man. Ik loop gewoon een beetje blank. Ja. Lopen we er wel weer uit. Ja, we gaan in ieder geval de kleine vent weer halen. We gaan de boksen ophalen weer bij de strandtent waar we hebben opgetreden. Want we hebben niet alles weer meegenomen gelijk. Want het was ook veel te donker en door die duinen. Nou ja. Ja, dan ben ik dus benieuwd of ik het karretje ook kan vinden daar. Vandaag. Want gisteren zag ik hem dus niet. Maar ja. Oh. Heb je het karretje niet mee teruggedaan? Nee. Nou. Het was weer wat. Ondertussen heeft Jesse Silver twee bloemenhandjes gemaakt voor jufferdag. Dus die gaan we ook zo even langsbrengen bij de klassenmoeder. Ik heb tranenogen, jongens. Ik ben hier aan het huilen. Oeh! Geval het grapje, stik me aan. Het was maar weer een weekendje. Zo, we gaan even lekker uitwaaien weer op het strand, hè? Ja. Ja. En even echt een partyën van de bruiloft. We gaan even voor het feest. Wat zeg je? We gaan even uitroesten bij het strand van het feest. Ja, precies. De jongens er ook omdat we gaan even uitrusten bij het strand van het feest. Ja, Dion en Linda zijn er inderdaad ook. Helemaal schreven. Hey, dit is wel zo je laatste kans, hè? Het is geen voetballertje. Dit wordt de keeper van Ajax. Kijk uit, hè? Keeper? Ja, serieus, keeper. Ik heb een mening over. Hier zat je. Isa. Lekker iets anders doen. Piano les of Isa. Heel spelen of zo. Goed. Slapen. Ja, iedereen is slapen. Oh, hij ligt hier zo, ja. Ja, maar omdat hij. Wow. Ja. Zo, maar dit is. Zo! Dan zie je pas hoe groot zo'n boom is, hè? Wauw. Je moet uitkijken dat je niet vast komt te zitten. Ja, hier inderdaad. Oh my god! Zachte bergen natuurlijk. Welkom bij Koken. Van kinderen. Welkom bij Koken voor Kinderen. We gaan vandaag een snoepje maken. En wat voor snoepje gaan we maken? Weet ik niet. Een lekker snoepje. Ja. Met een parel. Een parel. En een amandel. En die gaan we rollen in? In filodeeg. Ja. En we gaan er ook nog een beetje kaas bij doen. Ja. Ja, dat is wel lekker, hè? Oké. Dus we hebben eerst de dadel. Even kijken, maar deze heb je al gedaan, hè? Dus ja. Gaan we, ja, deze hebben we deze al gedaan. Er zitten er twee in. En we hebben dus de dadel. En dan, wat gaan we dan doen? Dan gaan we daarna het checken. We gaan eerst, wat gaan we eerst doen met de dadel? We gaan eerst de pitjes eruit doen.
En dan gaan we die nootje erin doen. We gaan eerst ontpitten. En dan gaan we er een amandeltje in doen. Of twee. Want deze zijn lekker groot. En dan pakken we een filodeegje. Die smeren we in met... hier, doe je maar in het bakje. Ja. Die smeren we in met gesmolten boter. Ja. En daar gaan wij... En deze gaan wij nootjes doen. Ja. En dan gaan we die deeg doen. En dan wordt het de vorm van een... Van een koe. Van een koe. En dan wordt het de vorm van een... Snoepje. Ja. Oké, ik ga je even een beetje helpen, want anders staan we hier morgen nog. Die is open. Zo. En hoe is jouw vakantie verder? Goed. Ja? Ja, leuke dingen gedaan? Ja. Heb je de regen gezien vandaag? Ja. Ja, hè? En onweer? Ja. Ja, ook hè. Was heel hard, hè, die onweer. Ja. Niet normaal. We hebben de oven op 180 graden gezet. 180 graden gezet. Goed. Zo. Deze wil ik ook wel voor mijn verjaardagsfeestje. Ja, dat dacht ik wel. Ja. Die snoepjes. Dat mag ook hoor. Dat mag ook. Ja, fijn. Ja, jij bent ook heel lief. Dat vind je ook heel lief. Ah, knijp hem een beetje dicht. Deze is nou klaar. Ja. Wat gaan we nou doen? Oh, ik moet er nog veel in. En omdat de nootjes zijn nog niet op. Dan mag je die opeten. Het filodeeg. Die heb ik al gesneden. Leg we even daar neer. Het is best wel breekbaar. Of scheurig. Het is kapot gegaan. Ja, dat maakt niet uit. Er zit twee. Ja. Nee, er zijn er drie zelfs. Nee, twee. Nou, we pakken het kwastje. Ja. Het gaat een beetje op en aan, weet je niet of het nou wel goed gaat. Ja, alles goed insmeren. Dan pakken we een dadel. Een dadel? Een dadel. Mag ik er ook even van proeven? Mm-hmm. Als het niet op is, mag je er dan gewoon van proeven? Ja. Okay. Probeer maar een beetje in het midden te leggen, anders valt hij eruit. Ja, dat is goed. Dan gaan we hem oprollen. Oprollen. Wil je mee helpen? Bij mijn dak. Ja. Oprollen. Naar rollen. Spuit mijn dak. Ja. En dan hebben we de uiteindes. Die knijpen we dan een beetje dicht. Ja. En dan hebben we een heel leuk snoepje. Ja. Woehoe! Op een bakpapiertje. Ja. En nou gaan we een nieuwe maken. En naar de rest. De snoepjes zijn klaar. Ja. En mogen ze nu zo de oven in? Ja. Nee, want daar moet de boter op. Ja, er moet eerst nog boter op, inderdaad. Zo, jij mag ze lekker insmeren. Pak het kwastje maar. Overal zo lekker erop zo. Goed. Maar kan je een beetje helpen? Is dit er al ei? Nee, dat is boter. Oh. Maar waarom denk ik dan dat het wit is? Omdat we de boter hebben gesmolten, toch? Ja, maar het andere dat het helemaal anders wit is. Ja, dat weet ik ook niet. Maar mogen we nou ook nog een beetje van proeven? Nee, nu niet. Maar ik wil een beetje van die boter proeven. Oh, de boter, die mag je zo proeven. Ik ben net je moeder, die wilde ook altijd boter. Ja, mama die doet het ook altijd. Maar dan nu niet aanlikken. Nee, niet als er nog mensen van moeten eten natuurlijk. Hè? Nee.
Maar hier moet eigenlijk geen mens van eten. Nee, alleen wij, hè? Ja. Ik wil even voorproeven voor het feestje volgende week. Oké. Dan moet je er dus wel voor zorgen. Is mama morgen jarig? Nee, mama was vorige week, vorige maand jarig. En we vieren het volgende week. Goed plan? Goed. Zorg dat ze niet tegen elkaar aan liggen. Zij niet. En dan mogen ze de oven in. Maar... Wil jij de oven open voor mij? Mag ik nog een beetje boter proeven? Proef eens? Nee, dank je. Heet, hè? Pas op. Oh. En ik zet de timer eerst op 15 minuutjes. 15 stamma-minuutjes. Hey, wat ben jij aan het doen? Ik wil mama doen. Kusjes geven. Mama, mijn chérie. Mon chéri. Chéri. Wat super lief van jou. Oei, tabakken. Ja, dat is een keer maar niet in de koelkast al. Waarom zet ik je niet in de koelkast, zei ik? Nee, want dat koelkast is heel koud. Ja. Want kijk, als ik er nou in zit... Ja, maar doe dat dan niet. Want dat is koud. Hey, lieve mensen. Nou... Hier weer even een update over Anja. Allereerst wil ik jullie bedanken dat jullie zo erg meeleven. Alle berichtjes die we krijgen, echt super lief. Het gaat nog steeds niet geweldig met Anja, helaas. Ze heeft nog steeds elke dag koorts. Wat natuurlijk niet hoort en niet goed is. Ze heeft nog erg veel moeite met staan. De benen zijn nog steeds erg dik. Ze had ook laatst echt hier zo in haar onderbeen, zo hier, een enorme rode, ja, het leek bijna een rode uitslag. Maar ja, dat is dus eigenlijk van het vocht wat gewoon eruit wil. En dus eigenlijk de benen naar beneden laten hangen, dat doet ontzettend zeer. Laat staan, staan. Ze is wel bezig met een fysiotherapeut en nu heeft ze laatst 5 seconden kunnen staan. Met heel veel pijn weliswaar, maar... Nou ja, dat is in ieder geval wel fijn dat ze dat ook even heeft kunnen doen. Ze hebben haar afgelopen vrijdag naar een ander ziekenhuis gebracht. Om een PET-scan te kunnen laten doen. Want dat hebben ze niet in het ziekenhuis blijkbaar waar zij nu ligt. En daarin hebben ze gezien dat ze 2 gekneusde ribben heeft. Ja, dat heeft ze... Waarschijnlijk van een knal die ze heeft gemaakt tegen de trapleuning, geloof ik, of tegen een muur. Daar had ze het inderdaad over dat ze daar nog veel last van had en dat ze al dachten dat het een kneuzing was. Nou ja, kneuzen schijnt nog meer pijn te doen dan breken. Dus nou, dat hebben ze ook gezien op die scan. Sergio die maakte zich echt ontzettend zorgen. Die kreeg een soort van flashback van mij. Die natuurlijk onder een PET-scan moest om te kijken of er uitzaaiingen waren of iets. Dus hij was ontzettend bang dat er misschien ineens wat heel anders uit de uitslag zou komen. Nou, gelukkig is het dus alleen de bacterie. Ze hebben meerdere haarden gevonden. Maar het lijkt erop dat er iets van een absces in haar been zit. Dus ja, met vocht gevuld en dat daar die bacteriën in zitten. En ja, dat moeten ze zien te bestrijden. En de vraag is of ze het operatief gaan draineren of niet. Daar zullen vast ook allemaal haken en ogen aan zitten. Maar blijkbaar is het zo dat de antibiotica die ze krijgt, die gaat door haar bloed en die komt dus niet bij dat absces of zo. Ja, het is me niet helemaal duidelijk. Dus ik dacht, nou,
jankt er een injectie in met antibiotica in het absces en dan komt het goed. Maar zo werkt het blijkbaar niet. Ja, het is wel super fijn dat ze dit voor het weekend nog hebben gedaan en ook zo snel de uitslag aan haar hebben gegeven. Ze gaan dit weekend niks meer doen. Dus hopelijk vanaf maandag hebben ze weer overleg gehad en gaan ze een vervolgtraject doen. Want gisteren was de koorts gezakt, maar vandaag was het weer 39 nog wat. En dat had de internist ook gezegd. Die had gezegd, ja, dat kan dus hiermee echt heel erg fluctueren per dag. Maar ja, die koorts moet gewoon weg. Daardoor voelt ze zich natuurlijk ook belabberd. Ze slaapt heel veel, wat op zich natuurlijk goed is, zodat het kan herstellen. Ja, dat ze zo moe is, dat zegt natuurlijk ook wel veel. Dus ja, het blijft heel spannend. Ze ligt inmiddels al 2 weken in het ziekenhuis. We hebben elke dag contact. En we worden gelukkig op de hoogte gehouden van wat er gaande is, wat de artsen zeggen en zo. Dat is wel heel erg fijn. Maar je hoopt wel dat er nu een punt gaat komen dat ze nog verder de goede kant op gaat. De bloeddruk blijft goed, dus dat is wel heel positief. Want dat was natuurlijk ook een van de redenen waarom ze op het intensive care moest blijven. Maar ja, het blijft een zorgelijk puntje op dit moment. We gaan in augustus gaan we op vakantie en mijn schoonmoeder en schoonstiefvader, die zouden meegaan. Maar ja, dat wordt dus nu ook wel heel erg spannend. We hebben nog een maand. Dus we hebben wel goede hoop, want zij heeft er natuurlijk ook gewoon ontzettend naar uitgekeken. Maar het belangrijkste is dat ze beter wordt en dat ze zich goed genoeg voelt. Spannend, spannend allemaal. Dus we houden jullie op de hoogte en ik denk dat als het even kan, dan maar wat kortere vlogs en jullie wel op de hoogte houden. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken. Tot de volgende video en we lezen weer heel graag jullie reacties. Ciao!